What's good, Kel fam? What's good? What's good, moestuintjes? What's good, kledingkast? What's good, veelste oude foto van mij, Nina? What's good? What's good, Antje? What's good? What's good? What's good? What's good? What's good? What's good, Lentel? What's good? What's good, mensen die raak kijken omdat ik loop te schreeuwen? Good, Kelvin. Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Kelvin. Als je me nog niet kent, dan ben ik degene die... Topverhaal. Ik zie er misschien wel uit als een jongetje die net naar de middelbare school gaat. Maar hey, dit is mijn look van vandaag. Hey, je kan niet haten op mijn look van vandaag. Hey, bra. Godkak! Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op Kelvin, het kanaal. Met zeg maar bijna 750.000 abonnees. Hey, what's good? Join the Kelvin. Mocht je nou afvragen, hey, ik voel een leegte in mijn leven. Ik heb een aantal mensen nodig waarmee ik gewoon kan connecten. In die WhatsApp groepen, binnen die fanaccounts en zo. Join the Kelvin, man. It's good. Het enige wat je hoeft te doen is te abonneren op mijn kanaal. Te volgen op Instagram. And that's right. That's it. Ik wil iedereen uit de Kelvin die al lang gejoined is over de afgelopen maanden vragen om de overige Kelvin members te omhelzen. Te verwelkomen, oké? Okay? We moeten ervoor elkaar zijn. Weet je, het zijn tijden waarin niet alles altijd even goed gaat in de wereld. Laten wij gewoon wat positiviteit brengen, toch? Bring some joy into the lives of the people. That's what we doing, man. You know what I'm saying? Oh ja, abonneer nu op mijn kanaal en je maakt kans op een jaar lang gratis winter. Wie wil dat nou niet? Dus like deze video, abonneer op mijn kanaal, volg me op Instagram en dan gaan we beginnen. Hey, it's always good, it's always fun. Wil je wat meer glimlachjes in je leven? Doe dat dan sowieso. We gaan beginnen met een video die niet echt draait om glimlachjes, maar om exact het tegenovergestelde, namelijk haat. Oh nee, ik haat haat. Het enige wat ik haat in de wereld is haat. Want haat is verkeerd. Ja. Ik hoor je denken, hè Kelvin, wat een vreemde titel eigenlijk van deze video. Wat is precies de bedoeling hiervan? Want ik snap het allemaal niet. Ik kijk je nou al zo lang en ik begin steeds minder van je te begrijpen, man. Wat loop je nou allemaal te zaken houden. Oké, laat ik bij het begin beginnen, oké? Het begin is het leven. En het leven is niet vaak makkelijk. Oké, dat is echt onzin. We moeten het even op een andere manier aanpakken. Focus, man. Focus on the people. Focus on the subject. Ik zie allemaal kinderen fietsen. What's good? What's good? De wereld zit vol met haat, oké? En ik zie mezelf als iemand die niet zo vaak haat. Ik vind haat zinloos. Ik vind dat je alleen moet haten op iets waar je iets aan kan doen. Topverhaal. Ik vind alleen dat je kan haten op iets waar je iets aan kan doen. Dus zo van, oh, ik haat het dat ik niet goed uit bed kan komen. Morgen ga ik wel goed uit bed komen op tijd. Beste voorbeeld ooit. Nee. Nee, wat ik eigenlijk probeer te zeggen is dat haat overal is. En ik haat zelf niet zo heel erg vaak. Maar ik heb wel het gevoel alsof andere mensen dat vaak doen. En ik vind dat onnodig, oké? Ik wil er tegen strijden, oké? Kelvin is all about love, you know. We houden gewoon van elkaar. We zijn hier, we brengen die positiviteit. We brengen glimlachjes op de gezichten van de mensen. Gaat alles wel goed? Ik heb geen idee. Het leek wel een soort stokje in mijn oor. Maar wat doe je als je ergens tegen wil strijden, oké? Je kan de straat op gaan met spandoeken en borden en shit zeggen. Ik wil minder haat. Ik wil minder haat. Maar persoonlijk geloof ik niet echt in die aanpak, snap je? We moeten het op een andere manier doen. En daarom dat ik iets bedacht heb. Jazeker. Kijk, mensen stoppen nooit met haat. Laten we het daarop houden. Soms heb je gewoon agressie en dat moet eruit. En ik heb zelf ook wel mijn eigen maniertjes om dat te doen, namelijk ja, you know, sometimes you gotta do what you gotta do, you know what I'm saying? Maar er zijn ook mensen die haten niet door fysiek geweld of iets dergelijks, want dat zou ik nooit aanraden. Als je haat, sla dan gewoon een doosje in elkaar, snij gewoon een kussen open of zo, weet je, doe gewoon je eigen dingen, maar ga niet andere mensen haten. Maar toch, op een of andere manier is het zo dat mensen soms fysiek haten. Fuck, fuck, fuck. Maar wat tegenwoordig ook veel gebeurt, is haat op internet. Ik weet dat ik normaal gesproken altijd van grapjes ben en zo, maar ik heb ook wel een soort van serieus gedeelte in mijn lichaam, namelijk dit stukje van mijn schouder. Bijna niks. Ik vind dat de mensen veel te veel haten online, omdat het te makkelijk is. Weet je wat het gewoon is? En nou ga ik even de filosoof uithangen, maar ik ben sterk. En nou ga ik even de filosoof uithangen.
Ik ben sterk overtuigd en aanhanger van het feit dat je het gelukkigst wordt als je zelf geluk brengt in de wereld. Ik word gelukkig van het feit dat ik iemand iets geef. Als ik jullie iets geef, als ik video's voor jullie maak, als ik tegen jullie vertel dat ik jullie tof vind. Ik word gewoon oprecht blij dat als ik reageer op jullie DM's. En ik kan het niet allemaal doen en dat spijt me, want ik wil het hartstikke graag, maar het kan niet, want anders ben ik 100.000 jaar bezig. Maar ik word er wel heel blij van. En dat komt omdat je geluk haalt uit het geven van dingen en niet het ontvangen van dingen. Dus als je love geeft, dan word je zelf ook een gelukkig mens. Maar blijkbaar snapt niemand dat. Dus dat gaan we vandaag even veranderen of niet. Ik weet het niet precies. Wat zeg ik allemaal? Ik heb iets bedacht, dames en heren. Ik wil even een, even de aandacht. Stop even de muziek. Kapper even mee. Kapper even mee. Mijn naam is Kelvin. Ook wel bekend als Calvijn. Ik heb als doel om een feestdag te starten, oké? Okay? Een feestdag. Een belangrijke feestdag. Vandaag, dames en heren. 14 maart is de officiële haat Calvijndag. Het is ook best wel een dom idee. Maar hey, fuck that shit, you know what I'm saying? Mensen stoppen met haten gaat je nooit lukken. Hoe kun je dat nou een beetje in goede banen leiden, zodat de wereld een mooiere plek wordt? En daar heb ik het volgende op bedacht, namelijk de officiële haat Calvijndag. 14 maart, de dag dat je volledig en 100.000 miljoen procent op mij mag haten, oké? Okay? En ik krijg helemaal niet zo heel veel haat. En daar ben ik heel blij mee en daar wil ik jullie allemaal voor bedanken. En daarom voelt het alsof ik degene ben die ervoor moet zorgen dat er één dag in het jaar is dat je al je haat op iemand mag afvuren. Zodat je al je haat en al je agressie er gewoon uit kan halen. Zodat er 355 dagen in het... Niet 355, 364 jaar. Hey, zodat er 364 dagen die in het jaar over zijn, jij kan gebruiken om liefde te spreaden. En die ene dag in het jaar, jazeker, mag je gewoon volledig op mij haten. Dat is het concept van de haat Calvijndag. Haat mij. Hoe kan je nou op mij haten? Nou ja, dat ga ik je straks even vertellen. Maar eerst wil ik even een stapje terug. Namelijk, ik had dit idee een tijdje geleden. En toen dacht ik, is het misschien mogelijk om een officiële feestdag te starten? Dus ik stuurde een tweet naar de overheid. Ik had een heel mooi diepgaand gesprek met de overheid. Ik zal hem er even bij pakken. Als ik een nationale feestdag wil oprichten, hoe doe ik dat? Waarop de overheid netjes antwoordde. Iets wat ik al niet had verwacht. Maar goed, dankjewel overheid. Hi Calvijn. Hallo. Ik begrijp even niet wat je precies bedoelt met het oprichten van een feestdag. Groetjes, HB. Herman Brood. Wat begrijp je niet aan het oprichten van een feestdag? Het is easy. Ik heb een idee voor een feestdag en zou deze graag willen indienen, zodat het erkend wordt als nationale feestdag. Waarop de Rijksoverheid antwoordde. En kun je aangeven wat de betreffende feestdag is? Kun je dit nader toelichten? Groetjes, Herman Bikkelmans. Ik met mijn domme hoofd zei gewoon letterlijk wat het was. De dag waarop iedereen van mij toestemming krijgt om zijn agressie in de vorm van haatcomments te uiten op mij, zodat andere mensen gespaard blijven die het lastiger kunnen handelen dan ik. That's right! Waarop de Rijksoverheid antwoordt. Mooi initiatief, Calvijn. Zeker! Maar ik geef alleen algemene info over Nederlandse wetgeving. Ik heb geen info dat dit onder officiële feestdagen zou kunnen vallen. Je zou het dan toch in een andere vorm moeten gieten. Groetjes. Waar is Herman? Waar de fuck is hij? Ik was aan het praten met Herman. Waarom praat ik nu met Lisanne Hogenmasselkoff? What the fuck? Normale mensen zouden op dit punt zeggen, oké, okay, weet je, jammer maar helaas. Maar hey, mijn naam is Calvijn, oké? Okay? We doen gek, want we zijn al normaal genoeg. Dus ik ga even de overheid bellen om te vragen hoe de fuck dit nou precies zit. Want ik word helemaal gek hiervan, oké? Okay? Kunt u uw vraag telefonisch stellen via telefoonnummer 1400. Momenteel is dit nummer niet bereikbaar. What the fuck? U wordt nu zo snel mogelijk doorverbonden met een van onze voorlichters. Goedemorgen, informatiesoverheid. U spreekt met Francia. Waarmee kan ik u helpen? Goedemorgen, ik spreek met Kelvin. Hallo. Ik had een iets wat aparte vraag. Ik vroeg me af of het mogelijk is om een feestdag te starten in Nederland. Om een feestdag te starten? Jazeker. Oké, okay, dat is inderdaad een hele bijzondere die heeft u nog nooit gehoord, denk ik. Ja, ik heb wel dat rondom die carnaval, dat de officiële feestdag, dat heb ik wel gehoord. Maar niet iemand die zelf een officiële feestdag. Wat wil je daarmee bereiken? Heeft u ook carnaval gevierd? Ik heb ook carnaval gevierd. Ja, ik heb inderdaad ook carnaval gevierd. Oké, okay, top. Het gaat rondom haat in de wereld. Ik vind dat er een dag moet zijn in het jaar waarop iedereen mij mag haten, zodat we gedurende de rest van het jaar elkaar niet meer zo haten. En daardoor de wereld een mooiere plek wordt. Het onthaasten. Juist. Gaat het eigenlijk om het idee dat dan ook een officiële feestdag is waarbij iedereen vrij heeft? Dat is mijn doel. Ja, kijk, de officiële feestdagen staan geregistreerd. Dat gaan we voor elkaar krijgen, toch? Met z'n tweetjes. Ja. Kijk of je het dan bereikt, hè? Want ook officiële feestdagen betekent niet dat iedereen vrij is. Voor mij hoeft ook niet per se iedereen vrij te zijn, hoor. Het gaat er gewoon meer om dat in de Google agenda staat standaard de nationale haat Calvijndag. Jouw vraag is eigenlijk van, ja, hoe ga ik dit initiatief nu vormgeven? Ja, want ik heb zoiets van, alle respect, dierendag, leuke feestdag, maar daar zijn we ook niet vrij, maar hij is wel officieel. Dat wil ik hier ook mee. Nee, dat is geen officiële feestdag, hè. De echte feestdag 2018, dat is in ieder geval een aandachtsdag. Juist. Dat is eigenlijk wat je bedoelt. Dat bedoel ik. Je spreekt je met de publieksvoorlichting, geef algemeen informatie rondom wet en regelgeving. Want eigenlijk vraag je mij, moet ik me dan aan iets houden? Zijn er wettelijke kaders voor om zo'n aandachtsdag te organiseren? Heb je daar een ogenblik voor? Kijk ik dat even voor je na. Oké, is goed. Ik zet je heel kort in de wacht, dank je. Is goed. Ja, joh, wat aardige mensen bij de overheid. Niet normaal, joh. Ja, bedankt voor het wachten. Er zijn ook geen wettelijke kaders, dus je kunt wel die
Okay. Om aandacht te vragen voor jouw speciale dag. Oké, dus Fransje, wat je eigenlijk zegt is dat het, zolang ik zeg dat het belangrijk is en genoeg aandacht daarvoor krijg, is het gewoon een feestdag. Of een aandachtsdag. Ja, een aandachtsdag. Net als zelfs de Internationale Vrouwendag. Ja, juist. Het is een initiatief die je zelf verder kunt ontplooien. Oké. Op welke dag wil je die plannen? 14 maart. Mooie dag. Toch? Ja, ik ben heel erg benieuwd of ik volgend jaar die dag voorbij zie komen. Ja, we gaan het dit jaar dan doen. Dat weet ik zeker. Komende 14 maart is gewoon de Nationale Haatkalfijndag. Fransie, hartelijk bedankt. Ik ben heel blij met dit bericht. Heel veel succes. Dankjewel, lieve. Doei doei. Okay, ja! Ik ben positief verrast. Wat Fransie eigenlijk zei, en dat is iets wat we wel even moeten beseffen. Zolang jij zelf vindt en genoeg aandacht krijgt voor deze dag, is het gewoon een feestdag. Oké? Okay? Dus dames en heren, het is gewoon, het is gelukt. Het is officieel. Het is officieel. We did it, man. De Nationale Haatkalfijndag is officieel van start. Begin mij te haten. Het is niet erg. Het mag vandaag. Aangezien we nu toch officieel zijn, bij een Nationale Feestdag hoort natuurlijk een soort volkslied. Haatkalfijn op deze dag, zodat jij niemand meer haat. Fuck Kelvin, alleen vandaag, maar wees aardig. Voor hem gedurende de rest van het jaar en ook alle andere mensen in de wereld. De rest van het jaar haat jij niemand meer. Zodat we alleen nog maar aardig voor elkaar zijn. Oké, we hebben ons eigen dag, 14 maart. Mocht je nou denken, hè, maar wat is nou precies de bedoeling? Wat je moet doen, is onder deze video gewoon een haatcomment achterlaten voor mij. En dat doe je omdat ik het tegen kan en deze dag mag het allemaal. Dus ik zal het incasseren. En de rest van het jaar hou je je haat gewoon lekker voor je. En je leeft gewoon weer toe naar 14 maart 2019, waarop het weer mag. Zou jij nou zoiets hebben van, ja, maar wat voor haatcomment moet ik dan precies doen? Dan heb ik een paar voorbeelden voor je. Komt-ie. Sterf, neppe eenhoorn Joost. Oké, dat is een geinige. Je zou ook kunnen gaan voor, kom mijn YouTube kanaal maar ziektes krijgen. Dan hoopte ik echt dat jouw kanaal zou krijgen. What good, Kelvin? Dikke blonde afzuigkap. Jouw video's doen me denken aan de tijd dat ik seks had met een man die mijn opa bleek te zijn. Ik wil dit nooit meer. Jezus, wat een domme anuswinkel ben jij. Ik hoop dat je onvruchtbaar blijkt te zijn, zodat je kinderen nooit een vader zullen kunnen hebben. Alright. Dat zijn maar gewoon willekeurige voorbeelden van haatcomments. Snap je? Wees gewoon creatief. Je kan alles zeggen wat je wil. Wees gewoon zo creatief mogelijk en dan zorg ik ervoor dat ik volgende week een video maak waarin ik de allerbeste, allerleukste haatcomments ga behandelen. Je mag me haat op Instagram, je mag me haat op YouTube. Het mag overal. Maar doe het gewoon vooral onder deze video, zodat ik volgende week gewoon lekker kan gaan kijken en kan denken, hey, what's good? Alright, Kelfam. Het is officieel 14 maart. Is de Nationale Haatkalfijndag. We hebben het gedaan. Ga van start. Begin met te haten. En vergeet niet, doe eens gek. Je bent al normaal genoeg. Hey, ik zie jullie volgende keer. Hey, what's good? Hey,